Hey mensen, Mark hier voor Dynasty met vandaag weer een nieuwe video. En vandaag een heleboel dingen om te behandelen, dus dat is zeker wel belangrijk. En ik zou je ook aanraden om niet je hele video te kijken. Als deze video een duimpje omhoog zou kunnen krijgen, zou ik het enorm waarderen. Ik denk dat we deze video zeker wel de 750 likes gaan halen, dus laten we daarvoor gaan. En vergeet gewoon niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan, want dan kun je dat belletje aantikken. En dan krijg je meldingen wanneer ik weer upload. En dan denk je, waarom is dat zo handig? Omdat YouTube kennelijk, zoals gisteren, niet echt zin had om een video te delen. Wat zonde is, maar het is hoe het is. Je ziet me een paar instructies delen, een paar tactieken. En de reden ik daarvoor is, ik wil elke week in principe een beetje proberen om iets aan te passen aan mijn team. Misschien een andere tactiek proberen, of gewoon de speelstijl daarmee, of een andere speler toevoegen aan het team. Gewoon zodat een beetje diversiteit erin houdt, weet je wel. Gewoon zodat je elke week iets anders hebt. Natuurlijk is het handig om voor gewenning om elke keer een ander team te hebben. Maar ik had zoiets van, niet vandaag in principe. Dus je ziet die tactieken. Als je de hele video wil zien waaruit ik het heb, zal ik zorgen dat ik die in de beschrijving heb gelinkt. Zodat jullie gewoon de hele video kunnen terugkijken. En je denkt, oh, dit gaat me allemaal te snel. Kun je voor jezelf op pauze zetten wanneer het uitkomt. Dan kan je dit gewoon afluisteren terwijl je dat doet. I don't know hoe je dat wilt. In ieder geval, we hebben nog een paar dingen. Allereerst, de afgelopen twee video's open ik kennelijk wat packs. Nou is dat heel normaal. Alleen het ding was kennelijk dat ik niet heel goed omging met de spelers die ik kennelijk gewoon discardde. Niet dat ik zozeer 85's en zo discarde, maar er waren kennelijk zat spelers die ik had gediscard. Dus wat ik denk ik in het vervolg ga doen, is extreme die pack, als er upgrade packs zijn, stream ik ze gewoon. En dan zorg ik dat ik het opneem, zodat ik het wel kan uploaden op YouTube als ze goed zijn. Want er waren heel veel mensen die zeiden, Mark, het is heel zonde hoe je omgaat met spelers die je discard. Want je had veel meer coins uit kunnen halen. Sommigen hadden het over zelfs 20k. En dat is voor een World of Glory best wel handig. En ik moet zeggen, daar hebben ze gelijk in. Daar hebben ze 100% gelijk in. De paar mensen die het gecomment hadden, sommigen hadden een paar likes, die comments. Er was er ook eentje vannacht voor mij, zeg maar de nacht van zaterdag op zondag, die aangaf van, yo, oké, niet als haat bedoeld, maar puur opbouwende kritiek. Je gaat hier niet heel goed met het beetje discard van spelers en zo om, daar had je meer coins uit kunnen halen. Hij zei, als je een keer tips of zo erover wil, dan is dat hartstikke welkom. En dat wil ik zeker, want er was een video op de er was een comment op de video van vrijdag. Er was een comment op de video van zaterdag over. En waarschijnlijk ook, weet je, gewoon zullen er nog vaker mensen dat zijn wanneer ik packs open. Dus hou me er vooral van bewust. Want natuurlijk weet ik wel. Ik weet wel hoe FIFA werkt. En ik weet wel hoe het speelt en zo. Alleen af en toe ga ik gewoon op autopiloot packs openen. En dan kan het zijn dat ik shit discard die ik niet zou moeten discarden. En ik wil er graag op gewezen worden als dat voorkomen kan worden. Want natuurlijk weet ik uit mijn hoofd wel een beetje wat waarde houdt. Maar het is niet zo dat ik ze letterlijk allemaal uit mijn hoofd weet. Dus als je vaker dat soort dingen ziet bij mij en je denkt van, yo, let hier vooral op, dan is dat natuurlijk super welkom. Het andere wat natuurlijk behandeld moet worden, want mensen gaan er sowieso over commenten, want ze doen het al bij mijn video van gisteren. Arsenal-Liverpool, eigenlijk Liverpool-Arsenal technisch gezien, want Liverpool speelde thuis. Ik kon niet kijken, wat misschien voor mijn humeur, maar beter ook is. Betekent niet dat ik nog steeds in een goede bui was. Het werd 5-1 kennelijk, het was vreselijk. Zullen we het er gewoon niet over hebben? Zullen we het er gewoon niet over hebben? Laten we dat gewoon doen. Weet je, Liverpool is gewoon een fucking ziek team natuurlijk. Dat mag echt heel erg duidelijk zijn. Liverpool, als ze landskampioen worden, zou het ze gunnen. Weet je, als het niet Arsenal is, in dit geval, dan maar United. En er zullen mensen zijn die zeggen dat Arsenal bijvoorbeeld geen top 4 en zo meer kan halen. En er zullen mensen zijn die zeggen Arsenal moet zo en zo halen. Kijk, ik weet wat Arsenal nodig heeft. Ik weet dat Arsenal kan halen en ik geloof nog makkelijk in top 4. En als je dat niet gelooft dat Arsenal nog kan halen, dan mag dat natuurlijk. Want waarschijnlijk support Chelsea of Arsenal of United of Liverpool City. Het is nogal, de Premier League is nogal lastig tegenwoordig, toch? Kunnen we dat mooi over eens zijn? Ik bedoel, City is fucking goed. Liverpool is absurd. Chelsea kan aardig ballen. United lijkt een beetje te kunnen spelen weer. Tottenham. Het is best wel intense Premier League. Je kan gewoon 5-1 verliezen. Is gewoon heel kut. Dat is gewoon jammer. Maar ik ben overtuigd van top 4. In ieder geval, we gaan gewoon door. Want we moeten gewoon doorgaan. De reden dat ik trouwens deze tactieken wilde testen, is vooral ook zoiets van, kijk, 4... Trouwens, deze guy, what the fuck. 4-3-2 is natuurlijk, als je een paar jaar mij volgt, al mijn favoriete opstelling. Het is gewoon het principe van wat werkt, van die drie aanvallers die zo keihard door het midden een beetje naar voren snellen op de counter en zo. Dat werkt in principe wel. Dus ik dacht, oké, natuurlijk leuk. Ik speelde best wel goed met 4-1-2-2 en zo. En ik heb die tactiek nog steeds staan, voordat ik ernaar kan switchen als 4-3-2-1 niet werkt. Alleen ik had zoiets van, you know, ik wil iets anders, zeg maar. Ik wil iets proberen. Dus ik zocht een beetje op tactieken, kijken wat werkt. En ik kwam dit tegen. En het vreemde mij een beetje dat deze guy possession gebruikte bij attacking tactics. Want dat doe ik zelf niet echt. Alleen, ik had zoiets van, you know, deze guy was duidelijk goed. Ik geloof dat hij fit verified was vanaf begin oktober al. 29-1 was hij toen gegaan. En op zich, ja, boeide me dat niet zo heel erg. Maar altijd als ik een tactiek of zo van iemand vind, dan wil ik een soort validatie van, oh, deze persoon is goed, dus hij zal wel weten waar hij het over heeft. Wat nergens op slaat, want ja, weet je, elke tactiek kan werken, ongeacht of een prom gebruikt of niet. Maar daar gaat het niet om. Ik had zoiets van, oké, we gaan dit gewoon testen. En je ziet, zeker in mijn eerste paar games speel ik heel goed. Het was niet bewust, maar ik hou heel goed balbezit.
Ik geef hier vrij goede kansen, waar ik best wel blij mee ben zelf. Hier ook een heerlijke goal, naar mijn mening. Ik zou tegen Jetson in Discord... Dude, dit is een heerlijke goal. Mijn stem ging er zelfs van weg. Hij komt hier nu al terug tot 5-1, maar we gaan gewoon door. We blijven gewoon spelen. En dat was leuk. Het was gewoon sowieso wel een geinig potje om te spelen dit. Ik denk dat dat gewoon een goede zaak is. Weet je, dat laatste deel van die zin. Een geinig potje om te spelen. Want kijk, FIFA is lastig zat. In de zin dat je hebt natuurlijk de Wicked League en jij hebt Div Rivals. En het grappige is dat ik gisteren bij familiedag was bij een... bij de vriend van mijn nichtje, die kijkt kennelijk mijn video's. Het is wel lachen om te zien, want dan weet je dus, dat zie je, dan spreek je gewoon even directer met mensen die ook FIFA en zo Wicked League spelen. Het is zoiets van, als mij gevraagd wordt, speel ik FIFA nog voor mijn lol? Dan vind ik het bijna lullig antwoord om nee te zeggen. Maar zeg maar, het is voor mij zo van, ik vind het super leuk om de video's te maken. En ik probeer het tegenwoordig ook steeds beter over te brengen. En mensen zijn er blij mee dat dat lukt, dus dat is een mooie zaak. Alleen, het is wel zo dat zodra ik FIFA heb opgenomen voor wat ik moet opnemen... Dan sluit ik game af en dan ga ik Black Ops 4 of Fortnite doen. Want er is niks zoals een gold tournament of zo. En ik weet dat je ook rewards kreeg in een gold cup of silver of bronze cup. En dan mensen zeggen, oh, maar dan gaan mensen daarin ook tryharden. Dat zou kunnen. Alleen, ik had nooit dat idee daarbij, zeg maar. Ik had niet het gevoel dat mensen dat deden. Het was gewoon een potje FIFA. Dat was het gewoon, weet je wel. En nu heeft elk potje FIFA een serieuze ondertoon. Dus ik probeer gewoon wat dingen en ik probeer het voor mezelf zo leuk mogelijk te maken. Zodat het opnemen ervan ook zo leuk mogelijk is. En daarom kan ik ook zeggen dat ik deze set van 10 was wel leuk om te doen. Het was niet ideaal. Ik bedoel, deze 2-2 nog tegenkrijgen was een beetje lomp. Want daar kon ik echt geen reet aan doen. En in de verlenging ging hij eroverheen deze guy. Dat was zonde. Ik had hem na de wedstrijd even gesproken. Kijk, ik kwam uit Amerika. Ook ideaal voor verbinding. Maar hij was een goede speler. You know, ik zei van, ik baalde een beetje van hoe het moest gaan. Maar ik zei wel goed gespeeld. Want het is niet zo dat hij zeg maar de hele tijd gewoon pech... Zeg maar, sorry, dat de hele tijd dat hij niks deed en zo. En dat hij alleen die goals kreeg. Hij speelde ook wel gewoon goed. Ik dacht alleen van, ja, jammer van die 2-2, weet je wel. Want ik had het gevoel dat ik de wedstrijd onder controle had. Alleen dat mocht niet zo zijn. We moeten echter gewoon doorgaan. Alleen het ding is... En mensen, ik blijf het zeggen, maak deze fout niet. Ik weet dat ik hem wel maak soms, maar maak jullie hem alsjeblieft niet. Speel niet direct door na een los. En überhaupt, speel niet door als je geïrriteerd bent. Al ben je geïrriteerd na een win, omdat de gameplay raar is ofzo. Ik speelde gelijk na deze los. Want de reden was voor mij heel simpel. Sorry dat ik af en toe even haap, maar ik weet niet waarom dat zo is. In ieder geval, kijk, ik speelde er 10 op vrijdag. De reden dat ik dat deed is, ik heb zaterdag niet zoveel tijd gehad om te spelen. Weet je, ik werd rond 11 uur wakker ofzo, ik wilde uitslapen. En daarna wilde ik eigenlijk gaan trainen en daarna zou ik doorgaan richting familie. Dus ik was de hele rest van de middag weg. Dus ik dacht, oké, ik doe er 10 op zaterdag en dan probeer ik er zondag nog 20 in te doen. Maar vandaag, voordat de video online komt, dus zondag ga ik ook nog wat eten. Dus we moeten een beetje de games goed zien te verdelen. Moet daar wat beter in worden. Dus ik ga er zo meteen nog 10 doen, dan ga ik daarna het eten en dan doe ik er daarna nog 10. En als we Gold 1 halen, dan vind ik het eigenlijk wel dikke prima. Natuurlijk is het leuk om Elite te halen en ik wil zeker dit jaar nog een keertje pushen voor Elite 2 of zo. Alleen ik wil me niet laten stressen. En mezelf geïrriteerd laten raken door de gameplay in om Elite te halen. Want als ik mezelf op ga focussen, dan ga ik elke game zien als een finale, weet je wel. Elke game moet ik winnen, moet het halen. En dat is best wel stressvol. En de keer dat ik Elite haalde, had ik dat niet, zeg maar. Ja, ik ging 14 om 6 naar 20 games. En niet dat, zeg maar, ik kon het nog halen. 9 om 1 moest ik gaan. Alleen ik had gewoon zoiets van, oké, elke game is gewoon een losstaande game op zich. En als ik hem win, oké, leuk, zo niet, dikke boeiend. Als ik goud 1 haal, dat is het doel, want dat moest ik gaan. Dan moest ik seizoen 4 gaan. En dan vond ik dikke prima eigenlijk. Dat is gewoon 200 capex, 50k, het is helemaal prima. Natuurlijk hou je liever Elite, puur omdat het gewoon het is een hogere rank. Je krijgt de inform packs en zo. Persoonlijk vind ik het wel leuk. Het is gewoon een soort prestatiedingetje. Alleen, dat kan gewoon niet altijd. Je moet gewoon realistisch zijn en een beetje jezelf kennen. Ik bedoel, ik weet dat iedereen, zeg maar, shit gameplay heeft tegenwoordig. Ik bedoel, je ziet ook gedurende de clips dat ik af en toe iets van een bullshit goalscore ik eentje tegenkrijg. Maar het gebeurt ons gewoon allemaal. En het is niet zo dat je gelijk zegt, oh, nou, als dit gelijk niet meer gebeurt, dan zou ik standaard bijvoorbeeld in mijn geval Elite 3 of 2 halen. Nee, zo goed ben ik ook weer niet, weet je. De mensen waar ik vaak tegenkom, zeker naarmate ik in de buurt kom van Elite, die beheersen het game gewoon beter dan ik. En ik probeer gewoon te oefenen en beter te worden. En dat is gewoon het enige wat ik kan doen. Of ik volgende week weer squad wil eens gaan doen, ik heb persoonlijk gezegd geen idee. Ik vind het eigenlijk wel chill zo'n weekje zonder squad battles. Alleen ik moet even kijken hoe ik dat ga doen door de week en zo. Want EA heeft geen challenges gedaan deze week. Geen leuke spelers om te unlocken via singles matches. Je kunt wel een lone icon vrij spelen. Dus misschien is dat wel voor mij iets wat ik ga doen. Of erop ga letten. Ik weet niet hoe je hem vrij speelt. Ik heb eerlijk gezegd nog niet gecheckt. Alleen het ding voor mij is, ik ga het wel doen. Die icon testen.
Omdat, weet je, ik weet niet of er een vastgezette icon is die iedereen krijgt. En dat ieder een ander kan krijgen. Alleen, als het een ander is, zeg maar, voor iedereen. Dan ben ik wel benieuwd welke ik krijg. Of ik de icon chill vind. En hem misschien later wel wil unlocken. Dus als je die objective hebt gezien. Ik kan je wel aanraden om voor te gaan. Wat ik hier deed, geen idee. Ik was vrij moe op dit moment. Ik had gewoon zoiets van, ik wil 7 om 3 starten in mijn eerste 10. En alles wat daarna komt is mooi meegenomen hier ook. Ik draai vrij makkelijk, vrij heel te heel flink met zon. En zon zijn 5-stay weakfoot is echt een geschenk, mensen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Hier ook geweldig steek pas voor Rui Costa op Lozano die erin is gekomen. Hij komt uit met zijn keeper en chip hem natuurlijk gewoon. Altijd naar die radar onderin je scherm kijken, mensen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Scoren hier nog de 4-1 uit de penalty. En dan is dat klaar. Hebben we minder kansen? Ja. Maar hadden wij betere kansen? Ook ja. En dus staan we 7-2. Komen we tegen dit team, geinig team, niet heel tactisch met Cam in de zin van Ellie en Lukaku niet op full Cam, maar hey, to each their own en zo. We spelen best wel goed hier. Kijk, wat ik hier deed met de corners, wat ik wel vaker probeer, het lukt niet altijd. Maar men verwacht dat je of die corner neer postmatch of gewoon de 16 in gooit of hem naar een randje gooit. Als ik daar een beetje aankom lopen en op een gegeven moment besluit hij te komen, dan lop ik hem gewoon een beetje de 16 in en dan komt er vaak wel iemand inlopen en is het een makkelijke goal. Hij krijgt ook een beetje een lullige goal tegen, maar ja, mijn keeper, ja, geen idee, geen weinig woorden voor. Hij komt 2-1 voor, wat een beetje zonde is, maar natuurlijk zijn wij dan nog niet klaar. Hierzo pakt hij de bal weer en dan weet je eigenlijk al hoe laat het is. Hij gooit hem hier letterlijk in mijn voeten. Pogba, Martinez, Pogba, vreselijk getimed en dat is FIFA 19, maar die bal gaat er alsnog in. Dan zijn we hier 2-2 en dan moeten we natuurlijk even doorpushen. Dit is kort daarna. Lozano wacht tot Martinez niet buitenspel staat. En dan kan er maar één ding gebeuren. Martinez schiet binnen voor 3-2. Dan ging je een beetje, zeg maar, meer mensen naar voren gooien. En dan krijg je het volgende scenario. Ik speelde 4-2-2, want de 4-3-2-1 deed het even niet tegen deze guy. Loppen we hem eroverheen met Martinez. Wordt het 4-2. En dan beëindigen we bijna deze game. Ik werd hier een beetje cocky. Beetje overzelfverzekerd. Ik liet hem nog 4-3 maken, terwijl het eigenlijk nog wel wat tijd over was. Maar dat maakt niet uit. We winnen 4-3 en we winnen gaan 8-2. Ik dank jullie wel voor het kijken. Als je nog tips hebt, laat ze achter in de comments. En dan zie ik jullie hopelijk 1 januari weer. Joejoe.